at the mercy of our King. If you knew me then, you'd believe me now. You turned my whole life upside down. Took the old and he made it new. That's just what the mercy of God can do. Oh, I'm alive to tell the story, how I've overcome. This is goodness and mercy and the power of his blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. Goodness and mercy and the power of the blood. So much power. Goedemorgen allemaal. Voor de mensen die alvast daar lekker zitten te kletsen, zullen we alvast een plekje zoeken. Dan kunnen we zo lekker beginnen. Er is zometeen nog heel veel tijd om elkaar te ontmoeten. Er is nog heel veel tijd om leuke foto's te bekijken. En te gaan zoeken van wie is dit nou? Goedemorgen allemaal. Zullen we beginnen? Ja, u heeft waarschijnlijk al iemand goedemorgen gewenst. Maar zullen we om ons heen kijken en gewoon kijken wie heb ik nog even nog niet een goedemorgen gewenst. En even een hele goedemorgen wensen. Ik zie allemaal oude bekenden. Oude bekenden? Ik zie gewoon bekenden. Welkom, ook welkom thuis. Als er thuis wordt meegekeken.
Zullen we met elkaar gaan staan? Hey Pieter. Goedemorgen, man. Ja, joh. We gaan gewoon maar beginnen. Vader in de hemel, dank u wel voor deze ochtend, Heer. Heer, dank u wel, Heer, voor deze atmosfeer, Heer, van relatie, van elkaar ontmoeten, elkaar weer zien. En Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u onze koning bent, Koning Jezus. Heer, dank u wel dat we hier samen u mogen eren, u mogen prijzen voor wie u bent. Heer, voor wat u gedaan heeft deze 25 jaar. Heer, maar ook wat u gaat doen de komende jaren. Heer, want u bent een God van vernieuwing, Heer. En u bent een God van elke dag. Heer, we willen u eren en willen u prijzen, Heer. U komt toe, alle lof, Heer. En alle eer tot in eeuwigheid. Amen. Who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King of all kings. Who shakes the polar? Amazing grace. Back into order. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The dank u wel. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. U bent waardig, Heer. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. You are worthy, Lord. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the
for me. Yes, Lord. Ja, Heer, we danken u voor alles wat u doet, Heer. Koning Jezus. Zo machtig. Heer, we aanbidden u op dit moment voor wie u bent, Heer. U bent een God van trouw. U bent een God van liefde. Heer, u bent een God en u wilt een persoonlijke relatie met ieder van ons, Heer. Zo'n God bent u, Heer. U bent een God van rechtstreeks. Rechtstreeks in ons hart, Heer.
Heer, en u bent hier op dit moment. U bent hier. En u bent welkom. U bent welkom, Jezus. Amen. U mag even gaan zitten. Welkom allemaal nogmaals. Ook voor de mensen die misschien wat later zijn ingestapt thuis. Welkom. We hebben het chockvol met een heleboel leuke dingen. En er wordt ook verwacht dat u het een en ander gaat doen. Oh jee. Ja. Het is samen, hè. Samen een jubileum vieren. Dus we gaan nu naar het eerste item. Voor de digibeten onder ons. Misschien moet je dan iets meer licht in de zaal, want dan kunnen we elkaar een beetje zien. Ja, want wie heeft er bijvoorbeeld een mobiele telefoon mee? Ja, normaal moet je hier je zak houden natuurlijk, heb je je Bijbel mee. Nou, die mag je zometeen gaan gebruiken. Mensen zonder mobiele telefoon, ik denk dat er wel wat jeugdigen onder ons zijn. Die net als onze Connectavond dan even samenvoegen en helpen met antwoorden geven. Roos, mag ik jou naar voren vragen? Waarschijnlijk niet. Ik weet niet waar ze is. Oh, ze was buiten. Ja, dat kan niet, hè? Ja, u heeft de mobiel klaar. Roos, ben jij daar ook klaar voor? Ja. Hebben wij hier nog een microfoon? Ja. Je moet hem daar ophalen. Jij mag gaan. Even testen. Ja, hij doet het. Mooi. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allemaal. Ik stond nog vrolijk bij de deur. Ja, we gaan beginnen met de quiz. Ik denk dat iets dat al heeft geïntroduceerd aan jullie. Nee? Oké, ga ik dat nu doen. We gaan een quiz doen met elkaar. Ja, wat leuk. Ja. Maar het is een beetje een moderne quiz, namelijk via de Kahoot. Dus ik wil aan de jonge lui vragen om naast eventueel een wijze te gaan zitten, als hij wat begeleiding nodig heeft met de mobiele quiz. Dus als je denkt, ik kom er niet helemaal uit met een mobiele quiz, steek dan even je hand op. Dan komt er iemand van jonge leeftijd naast je zitten. Rob, neem de jongens even mee, even naast wijzen gaan zitten die wat hulp nodig hebben. Wat u dus kunt doen is naar de website gaan www.kahoot.it. Het staat ook. Zijn we niet? Oh, het staat in beeld. En wat u al ziet gebeuren is dat er wat namen in het beeld komen. U kunt namelijk een naam invoeren om mee te doen. Ik zie wel voornamelijk nog jonge namen staan. Wil jij in Mike ook even inloggen voor mensen thuis? Oh ja. Ook de mensen thuis kunnen gewoon meedoen met deze Kahoot-quiz. Je tikt dus in www.kahoot.it en dan dit zevencijferige code intoetsen. Dan kun je meedoen met de quiz. Ik zie al een hele hoop namen naar voren komen. Nee, het moet via de website. Ik zie dat er in de zaal al flink met elkaar gepraat wordt om elkaar even te helpen. Is het iedereen al gelukt om in te loggen? Om en naar bij. Oh, ik hoor ook nee.
Wie heeft er nog hulp nodig? Kan ik de hand opsteken? De codeman? Er worden nog even wat mensen geholpen in de zaal. Ik zie hier nog wat mensen rommelen met inlogcodes. Wat is er, lieverd? Oh ja. Nou, ik geloof dat we kunnen beginnen. Ik kijk even rond. Zijn er nog mensen druk bezig met inloggen? Ik zie Andrew nog iemand helpen. Ja, zijn we achterin ook helemaal ingelogd? Oké, ik zal het even uitleggen. Zometeen komen er op het beeld, op de beeldschermen komen er vragen te staan. Ik zal ze ook even aan jullie voorlezen, maar er komt een vraag te staan. Dan zijn er altijd 4 opties qua antwoorden. En die komen dan op het beeldscherm zichtbaar in 4 verschillende kleuren. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat je het juiste antwoord aantikt. Er zijn ook vragen voor waar of niet waar. Dus dan heb je maar 2 opties die je kunt uitkiezen, uiteraard. Nou, dan geloof ik dat we gaan beginnen met de allereerste vraag. Die is nog vrij makkelijk om even warm te draaien met elkaar. Oké, daar gaan we beginnen. Ik ben benieuwd of je het kan met zo'n moment. In welk jaar is Berea Amsterdam gestart? In 94, is dat 95, 96, 97? En u mag niet stiekem het goede antwoord naar uw buurman fluisteren. Dat is niet zo kort. Zo, wij hebben 40 mensen die het goede antwoord hebben gegeven. U bent goed op de hoogte, wat fijn. Ik zie ook een paar andere antwoorden, Judith. Toch wel. Ja. Ja. Maar het goede antwoord is dus 96. Gelukkig weten de meeste mensen het wel. Ja. Eigenlijk is het ook meer een rekensommetje, hè, deze. Ja, ja. Oké. Nou, we gaan door naar de volgende. Ah, ik zie dat Joël, u krijgt niet alleen punten voor het goede antwoord, u krijgt ook punten voor de snelheid waarin u antwoordt. Dus ik zie dat Joël heeft niet alleen het goede antwoord, hij heeft ook als snelst geantwoord. En als de tijd om is, heb je het fout. Oké, daar komt ie. Vraag nummer 2. Berea Amsterdam komt voort uit Berea Haarlem. Is dat waar of is dat niet waar? Kijk, deze gaat heel snel. Oh, kijk. Oh, hier had toch ook wel het grootste gedeelte had het goed. Waar? Oké, door naar de volgende. Daar komt ie. Even kijken. Oh, er zijn al wat verschuivingen.
Wat is de juiste toepassing? Ik denk dat het woord moet zijn volgorde. Ik weet niet waar toepassing vandaan komt. Wat is de juiste volgorde? In rood is Nieuwe Herengracht, Emma Kerk, Pnieuwkerk, Kolenkit en Joop Geesink. En bij geel is het, of oranje, Emma Kerk, Nieuwe Herengracht, Pnieuwkerk, Kolenkit, Joop Geesink. Dan hebben we in blauw hebben we nog Emma Kerk, Nieuwe Herengracht, Kolenkit, Pnieuwkerk, Joop Geesink. En in groen Nieuwe Herengracht, Emma Kerk, Kolenkit. En toen was de tijd om. Ja, deze is lastig. Deze was een beetje moeilijk. Maar ik zie toch dat het grootste gedeelte het antwoord goed heeft. Kijk, gelukkig, gelukkig. Tijd is om. Oh. Volgende, iets sneller praten. Iets sneller lezen. Sorry. Oké, we gaan door naar de volgende. Ah, de goeie zat er in ieder geval tussen. Die heb ik voorgelezen. Ja, dat is waar. Ah, kijk, Elis komt ineens omhoog. Hé, jongens, pas op opeens. In hoeveel panden heeft Berea Amsterdam zondagdiensten gehouden? 3, 4, 5 of 6? Let op, zondagdiensten. Ja. Zo zag een podium eruit vroeger, Joshua. Vier, drie, twee, één. En de tijd is om. Oeh, hier was nog wat verdeeldheid over. Hier was toch wat verdeeldheid over. Maar is er ook iemand die dit kan uitleggen? Ja, want als u inderdaad bij de vorige vraag had geteld, dan kwam je inderdaad op 5 gebouwen. Maar op de Nieuwe Herengracht werden door de weekse diensten gehouden en geen zondagdiensten. Flauw, hè? Ja. Oh. Ik kreeg nog een opmerking in mijn oor van Joshua over hoe de zaal eruit zag. Ik zal het even laten zien, zover dat kan. Het is een hele kleine foto op dit moment, maar er hing dus geen gordijn. Er waren gewoon ramen. En allemaal die vlaggen. Zitten er nog steeds, hè? Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Ik ben wel benieuwd wie genade eigenlijk is. Wie zijn de oprichters van Berea Amsterdam? Zijn dat Rob Allard en Bert Piet? Zijn dat Rob Allard en Jan Sjoerd Bassekamp? Zijn dat Bert Piet, Jan Sjoerd Bassekamp en Leen van Sloten? Of zijn dat Rob Allard, Bert Piet en Jan Sjoerd Bassekamp? Het overgrote deel heeft het goed ingevuld. Het zijn inderdaad Rob Allard, Bert Piet en Jan Sjoerd Pasterkamp. Yes. Gaan we door naar de volgende vraag. Ik ben wel benieuwd ondertussen wie genade is. Mm-hmm. Kijk, Elis, dat weten we, maar wie is dan genade? Mercy. Ah, goed. Hoeveel Berea-gemeenten waren er in het hoogtepunt van de Berea-beweging? In totaal. Dus niet aangesloten, maar echt de Berea-beweging. De Berea-gemeente. 44, 45, 46 waren er 47. Deze mag je best gokken, hoor. Dat mag. Je mag gokken. Dat mag. Bij deze. Ah. 46 is het goede antwoord. Ben je teleurgesteld, Jos? Kon je dat nou niet weten, hè? Kijk, maar Elis blijft bovenaan, dus ja. Goed bezig. Waar of niet waar? Op de zondagen werden er 3 samenkomsten gehouden. Op de zondagen werden er 3 samenkomsten gehouden. Is dat waar of is dat niet waar? En de tijd is bijna om. Tada. Het goede antwoord is niet waar. Maar hoe zit het dan, Judith?
Er was een samenkomst op zaterdagavond, dan op zondagochtend en op zondagmiddag. Ah. Dus op de zondag waren er maar twee. Wel een beetje instinkt. Ja. Maar dat was niet een Berea-dienst, Sietke. De Iraanse dienst werd even genoemd. Even kijken. Op naar de volgende vraag. Hoeveel ramen naar buiten heeft deze kerkzaal? U heeft net een foto gezien. Dat is deze zaal. Hoeveel ramen naar buiten heeft deze zaal? Dat zijn dus... Ja, ze zitten dus achter het gordijn. Maar hoeveel zitten daar? Nee, vanuit de zaal naar buiten. Ah, er zijn maar een paar die het goed hebben. Het zijn er zeven. Zes grote en één kleintje. En we betwijfelen of we ze dat dan stiekem hebben gedaan omdat het een mooi Bijbels getal is of niet. Weet het niet. Het zou wel leuk zijn. Ja. Oké, volgende vraag. Hoeveel leerjaren had de Bijbelschool van Berea? 1, 2, 3 of 4? Hoeveel leerjaren waren er? Ook hier was een beetje verdeeldheid over. Maar een nipte meerderheid voor het juiste antwoord. Het waren in totaal 3 leerjaren. Nee, er is wel verandering gaande. Er is een flinke verandering in de... Goed bezig. Oké, volgende vraag. Op welke verschillende mediums werden de samenkomsten vastgelegd? Pieter, goed kijken. Je moet... Cassetteband, videoband, cd, USB-stick in rood. Cassetteband, videoband, cd, dvd, USB-stick in blauw. Cassetteband, videoband, cd, dvd, USB-stick en online in geel. En cassetteband, videoband, cd, dvd, USB-stick, online en floppies in het groen. Kijk. Het waren er 6. Heel goed. Toch niet die floppy, toch hè? Niet dat floppy. Nee. Oké, volgende vraag. Kijk, hier krijg je het al. Jasmijn stelt de vraag, wat is een floppy? Ja. Nou, kan iemand even uitleggen wat een floppy is? Hebben we hem straks... Ja, we gaan hem... Jasmijn, we laten zo even een floppy zien. Ja, ja? Het gaat helemaal goed komen. Dan kan iemand uitleggen wat dat dan kan, want dat weet ik ook niet. En vooral hoeveel erop komt. Welke activiteiten vonden plaats in dit pand? In rood reisbureau, kinderdagverblijf en bijbelschool. In geel reisbureau, kunstschool en bijbelschool. In blauw reisbureau, vlaggengroep en kunstschool. En in het groen kinderdagverblijf, vlaggengroep en kunstschool. Daar komt hij, kom. Ja, kijk. Ja, wat goed. Dit weten ze wel. Oké, gaan we door naar de volgende vraag. Wie is Grap? Wie is Grap? Goed Paul. Bezig, Paul. Oké, volgende vraag. Hoeveel bands had Berea Amsterdam? Vroeger. Hoeveel? 1, 3, 6 of geen vaste groepen? Gerhard, weet jij dat nog? 6. Ja. In welk team zat jij, Gerhard? Gerhard zat in F. In welke letter zat jij van de teams? Weet je dat nog?
Het was A, B, C, D, E en F. Het waren wel originele namen. F? F? Bij Frits zat je in F. Daarvoor was volgens mij B, was volgens mij team van Obed. Maar wij zaten in team E destijds. Mooi. Oké, we gaan door. Kijk, Barbara heeft een vlammetje gekregen, zie je dat? Welke BN'er hebben wij hier te gast gehad? Welke bekende Nederlander? Is dat André van Duin? Is dat Piet Paulusma? Henny Huisman? Of Jeroen Pauw? Alle mensen onder de 30 hebben geen idee. Wie dat allemaal zijn? Dit is voor de oude generatie. Onder de 20. De jongere generatie hakt af, die komen er niet uit. Dat was inderdaad Henny Huisman die hier was. Ja, goed. Ja, heel goed. Het was het programma Henny zoekt God. Oh. Nou, we gaan door naar de volgende vraag. Wie is de jongen die hier meedanst? Is dat Floris Hulleman? Is dat Andrew Arlout? Is dat Rob Landsbergen of Bas Versteeg? Oh, sorry Rob, ik heb je achternaam verkeerd gespeld. Maar welke jongen is hier aan het dansen? Floris. Floris? Je mag niet voorzeggen, iets. Ja. Het was Andrew. Ja, ja. Het was Andrew in de dansgroep. Dit is ook een goede kijkfoto, kijkvraag. Welk echtpaar zie je hier? Zijn dit Rink en Bianca Veenstra? Zijn dit Henk en Jolanda Vester? Zijn dit Gerard en Leni Veerman? Of zijn het Gerrit en Elske Hulleman? Gerard. Ja, het is Gerard. Maar wie zien we hier op de foto? Ah, de meeste mensen hebben het goed. Dit waren Henk en Jolanda. Wie zijn deze heren? Geert Oldhof en Goos Teken. Zijn dit Goos Teken en Juriaan van Driel? Zijn dit Gerrit Veerman en Juriaan van Driel? Of Geert Oldhof en Juriaan van Driel? Ik hoor Doekele zo hard praten dat ik het helemaal hier versta. Oh. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Je kan altijd mensen op het verkeerde been zetten, hè, Quinten. Niet vals spelen. Er zitten nog een paar twijfelaars tussen. Ja, ze hebben ook nog wel even de tijd. Ze hebben nog eventjes. Ja. Ze zijn een seconde langer geworden. Kijk, toen hadden we nog groene gordijnen. En nu hebben we grijze gordijnen. Het goede antwoord was Geert en Juriaan. Ja. Oké, volgende vraag. De ene laatste vraag. De ene laatste. En er wordt nog steeds geschoven, hè, in de top 5. Wie is dit? Is dit Jan Moree? Is dit Bob Tammer? Is dit Piet van Pelt? Of Gerrit de Linde? Wie is hier zo hard aan het werk? Zitten we elkaar gewoon voor te spreken? Het is best lastig om dit stil in te vullen zonder te roepen. Ik hoor aan de linkerkant van de zaal, hoor ik ze al in. Wie is dit? We zullen het snel weten. Ah, ja. Dit hadden toch Gerrit de meesten wel goed. Ja. Ja,
En dit is de opa van Danielle. Helaas is Danielle er vandaag zelf niet bij, maar dit is haar opa. Ze doen wel mee. Ja, zeker. Ze zijn live aan het kijken. We zijn bij de laatste vraag aangekomen, Judith. En die is echt heel moeilijk. Dus denk even goed na voordat je het antwoord invult. Oké? Okay? Daar komt. Niet te lang, hè? Dan zak je weer in de score. Oh, kijk. Er wordt nog steeds gescoord. Hey, Sietke. Oké. Okay. Je komt in beeld. Je kan nog op nummer 1 komen, Siets. Oké, okay, allerlaatste vraag. Daar komt-ie. Wat is ons meest verkochte catering item? Is dat kroket, broodjebal, frikandel of koffie? De antwoorden vliegen binnen. Ja. En het geroezemoes wordt ook, het zwelt aan, ja, het wordt spannend. Ja, maar wat is het goede antwoord? Ja. Toch nog wel 9 mensen die het niet goed hadden. Ja. Maar koffie is ook belangrijk, Judith. Ja, dat is waar. Koffie is ook koffie belangrijk. Met een broodje kroket. Ja. Ja. Nou, we kunnen deze viering natuurlijk niet goed vieren op Siberiaans zonder ons broodje kroket. Dus u begrijpt dat we vanmiddag gaan eten een broodje kroket. Itzet, ik geloof dat ik het dan nu aan jou ga overgeven, hè? Oh, de score, sorry. Wie staat er op nummer 1? Tadaa. Joshua, maak het even spannend. Nummer 3. Sietske. Nummer 2 is Jojo. Wie is Jojo? Hey, en nummer 1. Paulio. Wat goed. Ben je grap niet? Wie was het dan? Wat een grap. Wie is het? Wie is grap? Misschien is grap wel thuis. Oh, misschien is grap wel online. Wil je dan even een berichtje sturen dat we weten wie je bent? Want we hebben een cadeautje voor je. Oké, okay, nou, hartelijk applaus voor jullie allemaal. Zo mooi om te zien dat Brea staat toch het meest bekend om het broodje kroket. Oeh, misschien moeten we er wat aan gaan doen. Nou wel, sommige dingen mag je onbekend staan. Ja, superleuk om zo weer herinneringen op te halen. Wij waren van de week bezig. Wat hebben wij veel foto's gezien, hè Roos? En toen kregen we nog meer foto's en nog meer foto's en nog meer foto's. En op een gegeven moment niet eens meer digitaal, maar van die boeken. Dan denk je van... Oké, scanner. Maar wat was het leuk. Ik wil het volgende doen. Ik wil eigenlijk dat we allemaal gaan staan. En dan ga ik een jaartal noemen. En als jij langer dan het jaartal hier in Berea hebt gezeten of zit, dan mag je blijven staan. En dan ga ik steeds verder op, totdat we kijken van, joh, wie was hier nou eigenlijk die hele periode? Ja? Even allemaal staan. Dus het is ook goed om even lekker de benen te strekken. Heerlijk. Ik hoor dat het gelijk weer aanleiding is om lekker met elkaar te kletsen. Misschien moeten we een reunie gaan organiseren. Oké, wie zit of zat langer dan 1 jaar in Berea? Als je korter zit, dan mag je weer gaan zitten. Oké. We gaan een stapje 2 jaar. Nee, we gaan grotere stappen nemen. 5 jaar. Langer... Wie zit er korter dan 5 jaar, die mag weer gaan zitten? Oké, dat zijn er aardig wat nog steeds. Wie heeft langer dan 10 jaar in Berea gezeten? Je mag tellen op je vingers. Ja? Joshua, luister naar je ouders. Ja, jij was op zo'n leeftijd dat je dat niet meer weet wanneer je binnenkwam. Maar die komt zo meteen ook nog. Maar ik denk niet dat jij dat bent. Langer dan 15 jaar. Korter dan 15 jaar. Sorry, ik ga het goed doen. In ieder geval 15 jaar. Wie heeft er langer dan 15 jaar in Berea gezeten? Die staat nog. En wie heeft er langer dan 20 jaar in Berea gezeten? Ja, van sommige mensen wist ik dat die bleven staan. Helene. 25 jaar.
25 jaar. Wie heeft er 25 jaar lang in Breeën gezeten? Dus vanaf de Herengracht en, ja, en Emmakerk. Wie heeft dus alles meegemaakt? Wauw. Ja, ja, Frans. En dan te bedenken dat Frans nog steeds de boekhouding doet. Ja, ja, samen. Hè, samen hier. En Margreet, ja. Wauw. Oké, dan hoop ik dat we alle vragen die we gesteld hadden goed hadden. Maar anders hoor ik het wel van jullie als er een fout in zat. Want soms was het voor ons ook een zoektocht. Wie heeft er hier in de gemeente zijn partner ontmoet? Wie is hier in de gemeente getrouwd? Ik weet Mark en Danielle ook. Oké. Wie heb ik nog meer? Wie is er hier in Breeën gedoopt? Zo. Dat zijn er aardig wat. Wie heeft er hier heel zijn leven in Breeën gezeten? Hun hele natuurlijke leven vanaf... Ja, dat is toch leuk om te zien, hè? En ik zal je wat verklappen. We hebben dadelijk daar wat foto's. Ah, dat is zo schattig. Dat is zo schattig. Die zijn echt heel leuk. Joh, het is prachtig. Oké, wie is er hier in Berea door God bemoedigd of genezen of hersteld? Bemoedigd, genezen, hersteld. Want laten we eerlijk zijn, Berea, er is heel veel gebeurd in Berea. Er zijn heel veel mensen gekomen en gegaan. Maar wat is het een zegen geweest voor mensen? Wat heeft God, ondanks alles wat wij als mensen proberen te doen, uit onze overtuiging, maar wat heeft God daardoorheen grote dingen gedaan? En wat zijn we dankbaar dat we 25 jaar lang gewoon dit hebben mogen meemaken. Weet je, we zijn heel snel geneigd als we terugdenken om te denken aan de hoogtepunten, maar ook de dingen die mis zijn gegaan. En er zijn dingen misgegaan, maar als je eens nagaat wat er allemaal hier gedaan is en wat er allemaal gebeurd is in dit gebouw. We hebben dan nu wel nieuw tapijt. Maar er is hier wat hersteld en genezen. De vlekken waren zichtbaar van de tranen, van het verdriet en van bevrijdingen. Maar wat heeft God een werk gedaan hier en wat zijn we hem daar dankbaar voor? Ik wil er even doorheen gaan, een aantal van die dingen. Ik en ik denk als gemeente ook zijn we zo dankbaar voor Gods mannen die uitstappen. Rob Allard, Bert Piet, Jan Sjoerd. Die stap genomen hebben. Ja, met een heleboel mensen eromheen. Er was echt wel een kernteam wat daarin meeging. Maar ze hebben het maar gedaan. En ze hebben maar uitgestapt. In overtuiging. Wat zijn we dankbaar voor die nieuwe wind in Berea. Hè, de wind van vernieuwing. En dat was denk ik iets nieuws in Nederland. Hè, ik weet dat ik als tiener hier zat te kijken en dan groeit er een been aan en dan mocht je kijken ook. En het gebeurde gewoon. Krukken die achterbleven, omdat mensen niet meer nodig hadden. Rolstoelen die achterbleven, hadden mensen niet meer nodig. Goudstof op handen. Olie dat op handen verscheen. Bevrijding. Te veel om op te noemen. En dat is Gods geest. Dat is de schepper van hemel en aarde. Die leven blaast. En waarin mensen dan uitstappen om een kanaal te zijn van die rivier. En dankbaar voor een bevrijdingsbediening waar Berea bekend om stond. De zeven stappen. Natuurlijk, er is ook heel veel negatiefs gesproken erover, maar wat heeft het ook heel veel mensen goed gedaan? En wat zijn de mensen vrijgezet? En het is verder opgepakt. De bevrijdingsbediening, er zijn dingen aangepast door gemeentes, maar er is weer nieuw leven geblazen, toch wel in een bevrijdingsbediening in Nederland, in de kerken. Dankbaar voor de Bijbelschool, met inderdaad 3 leerjaren. Ik bedoel, er zijn vele mensen die de Bijbelschool hebben doorlopen. Niet alleen van deze gemeente, maar van een heleboel gemeentes. Die kwamen hier naar de Bijbelschool. Maandagavond, 3 zalen. Ik denk dat ik wel een jaar of 7 geluid heb gedaan. Jij was dan bandjes aan het draaien. Dat deden we nog op cassettebandjes. Als je een reeks kocht, dan kreeg je zo'n koffer. En dat zat dan helemaal vol met bandjes. Weet je wat bandjes zijn? Ja, want anders haal ik die ook, hè? Floppies worden volgens mij nog steeds opgezocht. Maar hier was leerjaar 1. Leerjaar 2 was boven en daar beneden was leerjaar 3.
Maar wat zijn er veel mensen daarmee toegerust en gezegend en uitgezonden? Ik bedoel, kijk hoeveel mensen hier in de gemeente hebben gezeten en toch, of in de brede beweging hebben gezeten en gewoon gemeentes leiden. Remco de Zwart was een tiener hier, nou een kerkleider. Stef Schagen was worshipleader en nu leidt hij gemeentes. En zo zijn er vele en vele meer. Eigenlijk overal waar ik nu kom en weer met nieuwe leiders spreek, althans voor ons als gemeente, dan hebben ze allemaal wel iets meegemaakt van Berea. En ze hebben allemaal wel een verhaal van, dit was zo tof en dit was zo gaaf. En wat hebben wij daar geleerd en wat is daar veel gebeurd. Dankbaar voor de evangelisatie in de stad. Lener en Barbara hebben jullie heel veel in gedaan. Volgens mij gingen we elke zaterdag naar buiten, of niet? Periodes. Donderdag en zaterdag. Ja. En de mensen gingen mee. We hebben met vlaggen gestaan, geloof ik ook. Hè. Ik was nog te jong om dat allemaal... ik was tiener, ik zat volgens mij in de wake-up en al dat soort... maar dat komen ook zo. Maar wat zijn er veel mensen gewoon... Wat was de kerk zichtbaar in die periode? De kerk was zichtbaar. Berea was zichtbaar. En wat zijn we er dankbaar voor? Dankbaar voor de vrijwilligers. Mensen die zich dag en nacht hebben ingezet. Zondag hadden we 2 diensten. Maandagavond bijbelschool, 3 leerjaren. Dinsdagavond hadden we sowieso, wat ik weet, Twenners. Woensdagavond de huisgroepen. Donderdagavond waren er vergaderingen, maar dat was de bevrijdingsbediening en nog veel meer volgens mij. Evangelisatie, ja. Vrijdag, weet ik, Ivan Tieners, ja, een periode. Zaterdag, seminars, jeugddiensten, evangelisatie. Nou, een avonddienst. Door de hele week oefenavonden van 6 muziekteams. Seminars, cursussen, groei in geloof. Huwelijkscursus, timootjestraining, leiderschapstraining. Huwelijkscursus, dat was echt nog een... Mensen voor die gingen trouwen, een huwelijkscursus. Je zat daar met hoeveel stelletjes? Trouwlustig heette het. En dan zat je zo... Ja, dat klinkt vies. Ja, maar je zat niet met 1 stelletje, hè? Je zat gewoon met 6, 7 van die stelletjes in een groep. Want zo snel ging dat. Zoveel mensen waren er trouwrustig in die tijd. Bevrijdingscursussen, conferenties, weekenden, maar ook weken. Ik weet nog, de vaste weekenden waren er ook nog. Sommige mensen waren hier gewoon de hele week aanwezig. Ja. En we hebben het dan makkelijk, hè, nu. Ja, dus er kunnen nog veel meer mensen. Leuk. Nee, Berea bruisen van het leven. En daar ben ik echt God dankbaar voor. Dankbaar voor een gebouw. Dit gebouw, dat is neergezet. En ook weer door mensen die geloof hadden. Sowieso natuurlijk het leiderschap, maar ook heel veel mensen die daar geld in hebben gestoken. Leningen, hypotheken geloof ik, giften. En dat ging niet om een gift van tientjes. Dat ging om giften van een heleboel guldens in die tijd. Maar een gebouw dat onderdak gaf aan onze gemeente, maar ook aan zoveel andere activiteiten. Een basisschool die de kerst hier hield. De Iraanse gemeente, Joodse gemeente. Nou, noem maar op, healing room. Zoveel mensen die hier in dit gebouw gewoon een plek hadden. Dankbaar voor de herstelweken. Dat was tof, hè? Volgens mij zijn die gestart vanuit Zandpoort. En werden later pas opengesteld. Maar wat een periode was dat. En wat gebeurde daar veel. En nu is dat volgens mij nog steeds vrij zijn. Heet volgens mij nu weer net nieuw. Hartlink. Volgens mij. Hart to hart. Ja, hart to hart. Hartlink is van Jan-Paul. Ja, dus. Oh ja. Ja. Maar wat is er veel gebeurd? Nou, dankbaar voor de jeugdweekenden. His, wake up. En dan zat de zaal vol met jeugd. Dankbaar voor de Israëlreizen. Wie is daar mee geweest met de Israëlreizen? Ja. En dan naar hele grote groepen gingen dan Israël door. Ja, welke gemeente doet dat? Ja, daar gingen ook met z'n allen. Dankbaar voor de diensten. We hebben ook nog diensten gehad in de RAI. Gezamenlijk. Ja. Dankbaar gewoon voor wat God gedaan heeft. En weet u, dankbaar, het woord dankbaar, we kennen het allemaal. Maar wist u dat echte dankbaarheid wordt opgemerkt door God? Echte dankbaarheid wordt opgemerkt door God. In Genesis begint dat eigenlijk al. In Genesis lezen we dat Kain en Abel een offer gaven.
En God merkte het offer op van Abel. En God merkte het offer op. En er staat er in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 11 staat, dat het kwam door het geloof van Abel. En dan denk je, ja maar, en Kain dan, die deed het toch ook, die heeft dan toch ook geloof. Want die geloofde in God en die deed dat, maar het werd niet aangenomen. Maar de Bijbel leert ons ook dat het gaat om dankbaar te zijn met ons hart. In Colossenzen 3 vers 16 en 17 staat, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Waarmee? Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Sowieso bijzonder. Hoe wijs je elkaar terecht? Ja. Maar dan staat er, zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt. Door hem. Paulus en Silas die zongen ook in de gevangenis. Met een dankbaar hart. Ze waren God aan het eren en aan het prijzen. En het zet iets in beweging. God merkte ze op en het zet wat in beweging. Ik geloof dat Abel dit deed met een dankbaar hart. Hij gaf het eerste terug aan God. Vanuit zijn hart met dankbaarheid. Dus dankbaarheid wordt opgemerkt door God. Dankbaarheid zet ook iets in beweging. Dankbaarheid wordt ook vaak zichtbaar. Als we kijken naar het verhaal van de Israëliet, als ze door de Rietzee, Schelfzee, Rode Zee, er zijn een heleboel namen voor, kun je nog een keer uitzoeken, best wel interessant. Maar als ze daar doorheen trekken, dan kunnen we in Exodus 14 lezen, dat ze eigenlijk eerst heel bang zijn, omdat het volk van Egypte achter hun aankomt, het leger van Egypte komt achter hun aan. En dan gaan ze er doorheen. En wat al een wonder is op zich. Maar de mensen beseffen het nog niet wat er gebeurt. Kun je mijn Bijbel heel even aangeven? Yes. En in Exodus 14, vers 31, als ze dan door de zee zijn getrokken. En dan gaat alles weer dicht. En het moment dat alle lijken aanspoelen. Ja, dat staat er gewoon letterlijk. Dan staat er in vers 31 in één keer. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Zij zeiden, nou dat lied kun je heerlijk zelf zingen. Melodie kun je gewoon zelf verzinnen. Maar dat is dankbaarheid. En wat er dan gebeurt, dan lezen we in vers 21, nee 20 al. Miriam de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamboerijn in haar hand. En al de vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in rijendans. En toen zong Miriam hun ten antwoord. Je ziet dat dankbaarheid naar God toe, lofprijzen naar God toe, iets in beweging zet. Je kan het niet meer inhouden. Je wil het vertellen. Je wil diegene eer geven. Dat is wat anders dan als een kind een snoepje krijgt en dat hij dankjewel moet zeggen. Dat is geen dankbaarheid, dat is dankjewel zeggen. Dankbaarheid is het als vanuit iemand zelf komt. Het vaak heeft iets waarde nodig om dan dankbaar te kunnen zijn. Zo zitten mensen in elkaar. Als je iets krijgt van een waarde, denk je, wow, dankjewel. Omdat het hart raakt. Dus dankbaarheid. En als het je hart raakt, dan kan het niet in je blijven. Dan komt het eruit. Amen. Dankbaarheid. En je leest in de Bijbel wel heel veel dingen waarvan dankbaarheid een reactie is op iets wat God doet. Maar er staat ook in de Bijbel dat we dankbaar mogen zijn voor wat hij gaat doen. Vooruit. We kijken terug naar 25 jaar, prachtige dingen. Dat God echt bewogen heeft en dat zijn aanwezigheid zo tastbaar was. En wat was dat goed en wat was dat gaaf, ondanks wat er allemaal gebeurd is. Maar die momenten met God, daar verlangen we allemaal naar. Elk moment weer van de dag. En er staat er ook in de Bijbel dat we vooruit mogen kijken en dan mogen danken voor iets wat gaat komen. Wat in zijn woord staat, wat hij gaat doen. Of de belofte,
waar we op mogen staan. Of de belofte die hij heeft gegeven aan een gemeente. En dan mogen we vooruit dankbaar zijn en zeggen, Heer, dank u wel dat u nog steeds dezelfde God bent. En dat u nieuwe dingen gaat doen in mensenlevens. Weet je, we zitten misschien niet meer allemaal in Berea. Maar God gaat nog steeds nieuwe dingen doen in ieder van ons hier. In ieder van ons. Als we zeggen, Heer, hier ben ik, dan doet hij nieuwe dingen door jou heen. Want dat is onze God. Onze God, die wacht op ons. En als wij zeggen, Heer, ik wil, dan gaat hij nieuwe dingen doen. En dan zie je nieuwe dingen ontstaan. Ik weet niet waar iedereen nu zit, maar ik weet, Lene en Barbara, bij jullie is er gewoon een nieuwe kerk ontstaan. God doet nieuwe dingen. En hoe tof is dat? En dat wil hij bij iedereen. En niet dat we allemaal een kerk hoeven te zijn. Ik geloof dat God ook nieuwe dingen wil doen op de plek waar we werken. Waar we naar school gaan. Dan mogen we zijn koninkrijk laten zien. En we mogen dankbaar zijn dat we dat mogen doen. En dat we die autoriteit hebben. Wij hebben autoriteit om Gods koninkrijk zichtbaar te maken om ons heen. En die dingen die we hebben meegemaakt, wij hebben de autoriteit om daarin opnieuw te wandelen. En te gaan zien en te danken van, Heer, die nieuwe dingen, wauw, wat gaan we doen? Wat gaan we beleven? Weet u, er zijn dingen uitgesproken over deze gemeente. En een aantal dingen die komen terug in waar deze gemeente in gelopen heeft, gewandeld heeft. Een aantal van die dingen waar wij opnieuw in aan het wandelen zijn, is, we zijn een familie, maar gericht op jonge mensen. En dat zien we al ontstaan. En ook daar mogen we dankbaar voor zijn dat God weer iets nieuws doet in deze gemeente. Want hij houdt zoveel van Berea. Hij houdt van elke gemeente. Hij houdt ook van elk persoon, maar ook zoveel van Berea. We zijn een apostolische gemeente. Ook dat is weer opnieuw bevestigd door verschillende gastsprekers die hier gekomen zijn. Die hebben dat weer uitgesproken. En ik geloof dat we ons daar naartoe mogen uitstrekken. Mogen danken van, Heer, wauw, wat tof dat u nog steeds datzelfde plan heeft. Waar Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt en de kracht van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Ik verlang daarnaar, zowel in mijn leven als voor deze gemeente. Ik weet, wij spraken Jan Sjoerd vrij veel in 2019, vanwege de dingen die hier gaande waren. En ik weet dat Jan Sjoerd zei, van ik heb een beeld gezien toen hij hier nog tussen de, nou ja, het fundament stond. Die foto's hebben we daar liggen, allemaal paaltjes boven. En toen zag hij een zaal vol mensen. En de genezing was in de zalen, het herstel was in de zalen en er gebeurde niks vanaf het podium. En hij zei toen tegen ons, dit is nog niet gebeurd. Dit moet nog gebeuren. En dan denk ik van, wauw God, wat ben ik dankbaar dat u dit wilt doen. In dit gebouw. En dan gaat het niet om mensen. God wil mensen aanraken. En niet dat het gaat om personen. Maar dat Gods geest dus zo krachtig zichtbaar wordt hier in deze zaal. Dat God aan het werk gaat. En dat wij alleen maar op ons knietjes kunnen. En zeggen, dank u Heer. Dank u Heer. Daar verlang ik naar. Ook over de lofprijs en aanbidding zijn verschillende dingen opnieuw uitgesproken. En ook daar verlang ik naar dat we nieuwe gebieden mogen ontdekken. Gewoon te veel om te danken. Zullen we met elkaar gaan staan? Ik wil graag een gebed bidden. Vader, Papa God, Koning Jezus, we zijn u zo dankbaar voor al die jaren dat u hier bewogen heeft. Heer, dat u deze gemeente geleid heeft, dat wij onderdeel mogen zijn van deze gemeente. En we zijn u zo dankbaar voor alles wat u gedaan heeft. Heer, daar hebben we niet te danken aan onszelf. Ja, er waren mensen bereid. En daar willen we ook voor danken. We willen die mensen eren. En zeggen tegen die mensen, dank je wel dat je dat gedaan hebt. Dank je wel dat je die tijd erin gestopt hebt. Heer, maar u was degene die door die mensen heen werkte. Zonder u was dit een gebouw waar mensen samenkomen. Maar met u was het een gebouw waar uw kracht werd vrijgezet. Waar mensen bevrijd werden. Waar mensen genezen werden. Waar mensen hersteld werden. Heer, alleen door u.
Alleen door u en door niemand anders, Koning Jezus. We willen u eren, we willen u prijzen. En we willen zeggen dank u wel voor deze 25 jaar. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Heer, en dank u wel is eigenlijk... Het schiet tekort. Heer, woorden schieten gewoon tekort bij de mensenlevens die u heeft aangeraakt. De mensenlevens die u hersteld heeft. Die in uw kracht gezet zijn. Maar dank u wel. En dank u wel dat u nog steeds dezelfde God bent. Dank u wel voor de toekomst. Heer, we leven in rumoerige tijden. Heer, maar wat een kans, Heer, voor uw kerk om weer op te staan. Heer, om in uw kracht te wandelen. Heer, waar genezing zichtbaar wordt, Heer. Waar bevrijding zichtbaar wordt, herstel zichtbaar wordt, Heer. Heer, want u bent het antwoord voor deze wereld. En uw koninkrijk zal blijven groeien. Het zal blijven groeien, dat is wat uw woord zegt, Heer. En dan willen we u vereren, willen we u verprijzen dat u dat plan heeft, Heer, met deze aarde. Heer, een plan van herstel. Een plan van redding. Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel voor de nieuwe dingen die u gaat doen in deze gemeente. Heer, dank u wel voor de nieuwe dingen die u gaat doen in mensenlevens, Heer. In de mensenlevens die hier zijn, Heer, die misschien kijken. Heer, dank u wel dat u God bent die vooruit gaat. Die elke keer als wij denken dat we vastlopen alweer het plan verbeterd heeft. Heer, dat we daar weer in mogen wandelen. Heer, dat u een God bent die niet teleurgesteld bent in mensen, Heer. Maar continu mensen opricht. En dat u van ze geniet en dat u met zijn armen wijd open staat. Heer, dank u wel dat u die God bent. Die God van liefde, die God van genade, Heer. Die ons kracht geeft om daarin te wandelen. Heer, we hebben alles te danken aan u, Koning Jezus. Ons hele leven hebben we te danken aan u. We zijn vrijgezet, we zijn koningskinderen. Dank u wel, Heer. Dank u wel. Toch mijn zin u loopt.
is goed. God is goed. Nog één keer. God is goed. Amen. Andrew, mag ik jou naar voren roepen? En Judith. Wat we willen doen. Weet u, momenteel zijn er best nog wel mensen die zich inzetten voor deze gemeente. En we willen die even in beeld brengen. We willen ze eren. En het zijn niet alle mensen die alles door alle jaren heen voor Breien gedaan hebben. Want dan moeten we allemaal naar voren komen. Maar we willen de mensen die zich op dit moment zo hard inzetten, willen we gewoon eren en eventjes in beeld brengen. Ik ga de mics aan jullie geven. Ja. Nou, Itzet heeft ons voorwoord eigenlijk al inderdaad voor ons gedaan. Wat we inderdaad willen doen, is mensen die momenteel actief zijn in de verschillende teams naar voren vragen, omdat we ze willen bedanken voor hun inzet die ze tonen. We beginnen met de band. En nou zit... Nou, we hebben natuurlijk nu de band op het podium. Maar misschien zijn er ook nog bandleden in de zaal. Dan mag je er zeker even bij komen. Ja. Ik zie onder andere Rink. Ja, zullen we hem maar uitdelen dan? Want... Ja. Kom maar even langs. Kom maar even. Bandleden. Ja, ja. Alle bandleden. Kom maar even langs. Krijg je een cadeautje? Nee, speel door. Dankjewel, Jesse. Alsjeblieft. We zijn een beetje bescheiden. Nou, we gaan ervan uit dat de volgende teams wel echt naar voren komen, maar voor deze keer helpen we jullie. Kijk eens. Hebben we zo alle bandleden gehad? Wel, ja, volgens mij wel de bandleden die er zijn. Ja, de volgende wel? Ja, de volgende is dan de mediateam. Uh-oh, hoe gaan we dat doen? Het geldt dus voor iedereen die de beamer doet, de camera, geluid. Kom ook even naar voren. Het wordt even stilstaan beeld als je nu thuis bent, want de camera's worden even losgelaten en de mensen komen even naar voren. Ja. Kom maar, Rosamanta. Mag wel, ja. Bas, Paul. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kijk, Samantha. Bas, geweldig werk. Kijk. Ja, vooral in de periode van eigenlijk de eerste lockdown, toen was het, kwam het ineens neer natuurlijk, op eigenlijk deze mensen. Want toen stonden we wel met een paar op het podium, dat waren we daarvoor ook al gewend. Maar ineens moesten de camera's bediend worden, moest de livestream geregeld worden. De chat hebben we toen ook nog een hele tijd gedaan. Dus daar wil ik jullie echt enorm allemaal voor bedanken. Is dat zo? Hoezo dan? Volgens mij kregen jullie er nog een, hè? Want jullie zitten in twee teams. Ja. Ja. Dat is verdiend, toch? Ja. Nu krijgen we een iets meer praktisch team. Het pandbeheer. Pandbeheer. Komt u maar naar voren. Ja. Ja. En dit is al een heel lang applaus. Misschien moeten we naar ze toe lopen. Misschien moeten we naar ze toe lopen. Kom. Eén keer in de 25 jaar, man. Nou, pap, dan geef jou maar twee rozen. Krijg je twee. Eén voor mama. Ja. Voor jou. Enorm bedankt. Ah, jullie doen het toch samen. Ja. Dat is mijn ouder. Dan hebben we eigenlijk een beetje daarvan in het verlengde. De maandagploeg. Ja. Ja, de schoonmaak. Ook de mensen die dit jaar in de maandagploeg actief zijn geweest, maar dat nu even op een lager pitje hebben gezet. Ja. Abe.
Ja, en Frans. Frans nog, ja. Ja, dat zijn de diehards. Elke maandagochtend vroeg. Frans. Oh, dat is los. Oh. Nou, Itzet wil nog even wat zeggen. Ja, weet u, dit zijn de mensen. Als het gaat om financiën, als het gaat om bankzaken, als het gaat om verzekeringen, als het gaat om exact, als het gaat om stofzuigen, wat Piet hier nog steeds doet, de hele zaal. Ja. Nou ja, hele zaal, hele gebouw. Hele gebouw, ja, sorry. Dan zijn dit de mensen die gewoon op maandag keihard aan het werk zijn. En nu zijn wij twee er ook bij. Wij halen een gemiddelde leeftijd omlaag. En we hopen dat er meer mensen bij gaan komen. En het is echt een bruisende dag. En het is leuk om met elkaar op te trekken. Ja, Julian is er natuurlijk ook bij, maar die zit nu in Oostenrijk. Ja. Dus die krijgt ze roos. Die komt er nog aan, joh. Die komt er nog aan. Dank jullie wel allemaal. Nog een applaus. Nog een heel praktisch team. Want als we hun niet hadden, dan gingen we niet zo graag naar het toilet. WC-team of het schoonmaakteam. WC-team, ja. Alsjeblieft, Bert. Als teamleider. Oh. Alsjeblieft. Enorm bedankt. Kijk eens, alsjeblieft. Eentje voor Wilma, dat is zeker goed. Ja. Niemand vergeten. En dan hadden we nog de catering. De catering, ja. Ook heel belangrijk. Voor de broodjes kroket zo meteen ook nog. En volgens mij staan ze... Misschien moeten we de deur even open doen. Misschien moeten we ze even hierheen halen. Zo komen we niet aan broodjes kroket natuurlijk. Kijk, daar komt hij. Waar komt hij al? Oh, kijk, daar hebben we hem. Maar hij heeft een team volgens mij. Absoluut. Henk. Ik begreep zelfs dat er een teamlid jarig was, toch Henk? Klopt dat? Een van jouw teamleden is in de keuken. Alsjeblieft. Nou, bij deze Masha, gefeliciteerd met je verjaardag. En ook enorm bedankt voor jullie inzet. Petri. Ja, ook de mensen die schenken, koffie en schenken. Mari. Ja hoor. Ja, dat geeft niet. Ja, dat is toch deel ervan, ja. Oh, je hebt er ook. Madi, inderdaad, ja. Bedankt voor alles. Alsjeblieft. Dan hebben we nog een vrij nieuw team. En dan moeten sommige mensen weer naar voren komen. Het bakteam. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Heel goed, Johnny. Heel goed. Dankjewel. Hartelijk dank. Linda. Het bakteam. Het bakteam, Linda. Al het lekkers van vanwege. Het bakteam. Voor alle lekkere taarten en cakes. Heel hartelijk bedankt. Nou, Jannie, je kan bijna blijven staan, want we hebben nog het care team. Care. Zorg dragen voor. Het care team. Care. Ja. Dan mag Goos ook komen. Ja. Kijk eens. Alsjeblieft. 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 Het care. Het zorg dragen voor. Jeltje Doekelo. Kom maar Jeltje. Doekelo. Oh. Bedankt super, ook voor de zorg dankjewel. Die jullie dragen voor de mensen. Nou hebben we deze mensen niet heel vaak nodig, maar als we ze nodig hebben, zijn ze heel belangrijk. De mensen die op dit moment actief zijn in het kinderwerk.
kinderwerk. Jolanda, Linda. Ja, ja. Kijk eens. Ja. Oh, dankjewel. Ik heb nog eentje van je. Enorm bedankt. Oh. We hebben geen... Nee. Maar ik ben je heel dankbaar. Oh. Gelukkig zit Jannie in meerdere teams en dit is niet de enige roos die ze kreeg. Of nou ja, niet de roos dus. Dankjewel. Nee, echt iedereen enorm bedankt. Zonder jullie hadden we het echt niet gered de afgelopen periode. En we zien ook uit naar de mooie samenwerking Zeker. Die we met jullie mogen hebben nog in de toekomst. Applausje voor jezelf. Nog één groot applaus, ja. Zullen we gaan staan met elkaar? En samen een slotlied zingen. Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt, dat Jezus leeft en leeft in mij. Ik hou mij vast aan Hem, met alles wat ik ben. Mijn hoop is in Zijn naam alleen. Mijn hart gelooft. Mijn hart gelooft. Mijn mond belijdt. Dat Jezus leeft. En leeft in mij. Ik hou mij vast aan Hem. Met alles wat ik ben. Mijn hoop is in Zijn naam alleen. Emmanuel. God dichtbij, Hij is het leven, het vuur in mij. Emmanuel, God dichtbij, Hij is het leven in mij. Emmanuel, mijn hart gelooft, mijn mond belijdt. Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt, waar ik ook ben, daar is Hij bij. God tot zijn koninkrijk, ik draag zijn heerlijkheid, door zijn aanwezigheid. Gaan we nog een keer zingen, mijn hart gelooft. Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt, waar ik ook ben. Daar is Hij bij, God tot zijn koninkrijk. Ik draag zijn heerlijkheid door zijn aanwezigheid in mij. Emmanuel, God in mij. Hij is het leven, het vuur in mij. Omgeef mij altijd, Hij is boven en onder, zelfs binnen in mij. God is achter en voor mij. Omgeef mij altijd, Hij is boven en onder, zelfs binnen in mij. God is achter en voor mij. Omgeef mij altijd, Hij is boven en onder, zelfs binnen.
gaan het officiële gedeelte afsluiten, maar nou gaat het pas beginnen. Nee hoor, we gaan gewoon verder. Zometeen is er heerlijk hier achter de deur van alles klaargezet. Genoeg herinneringen om op te halen, althans genoeg items om herinneringen op te halen. Ontmoet elkaar, worden heerlijk wat koffie en thee en koek en gebak en weet ik veel wat er allemaal wordt langsgebracht. En ga niet te snel weg, want de vette hap komt er echt. Ik zie jullie er allemaal naar smachten van ik wil weer dat broodje. Ik wil weer die kroket zo naar binnen schuiven. Nou, weet je, het is allemaal mogelijk zo meteen. Dus blijf lekker zitten. Ja, Vader, dank u wel voor dit samen zijn. Heer, dank u wel dat u hier aanwezig bent. Heer, maar ook dat u zo aanwezig bent als we gewoon gezellig met elkaar praten. Heer, als we een relatie hebben met elkaar. Heer, we willen u alle eer geven. We willen u alle lof geven. Heer, en dank u wel dat u dat vuur bent in ons. Heer, we bidden, blaas dat vuur aan. Niet alleen in deze gemeente, maar over heel Nederland. Want Nederland heeft het zo hard nodig. Blaas het vuur wat in ons brandt, blaas het aan, Heer. Heer, en dank u wel, Heer, dat ik een zegen mag uitspreken. Over al deze mensen hier en ook thuis. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En aanwezigheid van zijn Heilige Geest is met ons totdat hij terugkomt. Amen. Amen. Ik zeg geen wel thuis, maar fijne voortzetting hiernaast. En we hopen zo iedereen nog lekker te ontmoeten.